De volgende vraag, dat is er eentje van Karim, over het verdwijnen van de Gazette van Detroit. Is dat een Vlaamse gazette of zo? Ja? Zo is dat, voorzitter. Ik zal... Leg dan een keer uit. Maar het begint eigenlijk met slecht nieuws. De Gazette van Detroit die stopt. We krijgen het bericht dat men daar definitief de boeken sluit en dat het eigenlijk... Eind dit jaar, december 2018, dat men ermee ophoudt. Daarmee komt er een einde aan een traditie van 104 jaar. En nu kom ik tot het verhaal, voorzitter. De krant werd in 1914 opgericht door een zekere Camille Kools, een jongen die op 15 jaar uit Moorslede, West-Vlaanderen, was vertrokken en dan in Amerika een meubelfabriek had opgestart en later een drukkerij had opgesteld en in die periode waren er verschillende Vlaamse publicaties. En dus in 1914 wordt die Gazette van Detroit opgestart. Wel, voorzitter, ik ben wellicht een van de weinigen die de Gazette van Detroit in handen heeft gehad. En ik heb die ontdekt... Ja. In 1914, Herman? Nee. Eerste nummer. Wat een grapje. Dat is een stuk Vlaamse geschiedenis ook. Dat is ook een stuk erfgoed. Ik was niet zoals collega De Croo betrokken bij de oprichting van het blad, maar ik ben heel... De lezing van het blad. Ik ben heel dankbaar dat u in uw groot archief zult kijken of u nog een paar exemplaren vindt. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.